De cast van de populaire jeugdserie Soep blikt terug op de gevolgen van roem op jonge leeftijd. In een interview met nu.nl delen de acteurs hun ervaringen. De serie, die in 2004 voor het eerst werd uitgezonden op Nickelodeon, trok gemiddeld 500.000 kijkers per aflevering. De cast, bestaande uit acteurs tussen de 18 en 26 jaar oud, verbleef tijdens de opnames in Ouwehands Dierenpark, waar ze in een hotel in Wageningen verbleven. In slechts 3 jaar tijd werden er maar liefst 325 afleveringen en 3 bioscoopfilms gemaakt. Dit betekende lange werkdagen voor de acteurs. Maar het werk beperkte zich niet tot alleen de opnames. Ze werden ook gevraagd om handtekeningen uit te delen tijdens fandagen in de dierentuin, waar ze urenlang in de rij stonden voor hun fans. Deze periode was intens voor de jonge acteurs, zoals Nicolette van Dam, Ewout Genemans en John Carthouse. Ik besefte helemaal niet dat je ook gewoon nee kon zeggen, vertelt Monique van der Werf, die de rol van Taffy vertolkte. Draaidagen duurden soms wel 14 uur en dan was het nog niet klaar. We hadden fotoshoots, interviews, acteerlessen en fandagen. Het was echt een achtbaan. Pas als je beneden op de grond staat en je kijkt naar boven, dan zie je dat de achtbaan 6 loopings had. Van der Werf had het moeilijk en voelde zich vaak eenzaam. Ze merkte dat mensen op haar reageerden op basis van het beeld dat ze van haar hadden, zonder te weten wie ze werkelijk was. Over die gevoelens praten vond ze lastig. De term burn-out is nu veel bekender, ik denk nu dat ik dat in die periode had, geeft ze aan. Na Zoek besloot Van der Werf te stoppen met acteren voor televisie. Voor andere castleden betekende Zoek juist het begin van hun acteercarrière. Juliette van Ardenne, die de rol van Sira speelde, heeft na Zoep onder andere in Dr. Tinus en Smeris gespeeld. Ze kijkt met veel dankbaarheid terug op de serie. Zoep heeft mij heel veel gebracht. Het was eigenlijk mijn opleiding tot actrice. Als ik er nu aan terugdenk, was het inderdaad alleen maar werken. We waren super jong, dus we waren ook de hele tijd blij met de kans die we kregen. Elke acteur ging op zijn eigen manier om met de hoge werkdruk. Van Dam en Martens, die de rollen van Bionda en Mike vertolkten, kijken met warme gevoelens terug op Zoep. We werkten keihard, maar er was ook tijd voor feest en gezelligheid, aldus Van Dam. Martens vult aan, het was een heel fijne familie. We waren er voor elkaar als iemand het zwaar had. Het was, en is, gewoon een heel bijzonder clubje. Het was echter een schok voor de andere castleden om te horen dat Van der Werf zo anders terugkijkt op die tijd. Martens zegt, we wisten niet dat dit zo diep zat. Je bent de hele tijd met elkaar, dus we zullen het er echt wel met elkaar over hebben gehad. Van Dam benadrukt dat zelfs in een gezellige en fijne omgeving, iemand zich toch eenzaam kan voelen. Regisseur en oud-castlid John Carthouse heeft laten doorschemeren dat hij graag een vierde film zou willen maken met de Zoepcast. Maar wanneer Van Dam, Martens en Van Ardenne hiernaar worden gevraagd, reageren ze verrast. Ze beschouwen deze ideeën als wilde fantasieën en benadrukken dat het afhangt van een goed script en de juiste aansluiting bij de originele serie. Van der Werf sluit haar deelname aan een nieuwe film niet volledig uit, maar geeft aan dat ze het spannend zou vinden vanwege de bekendheid die het met zich mee zou brengen. Ze twijfelt of ze een tweede rondje in dezelfde achtbaan zou willen maken.